Hallo, Dus Games. Mijn naam is Kutan Awak, weer een nieuwe video, een nieuwe aflevering van The Walking Dead Saints and Sinners. Dit is hoogstwaarschijnlijk de laatste aflevering van de normale game. En hierachter gaan we natuurlijk de DLC spelen. Ik heb het gevoel, want het is de laatste pomp. En dan is de laatste missie. We gaan dat allemaal in één aflevering doen. Ik heb net de game opgestart en ik moest natuurlijk weer alles opnieuw doen dat ik deed vanaf dat ik terugkwam de vorige keer. Dus ik heb ondertussen even tijd genomen om dit te sorteren. Dus ja, nee, zo bla bla bla. Ja. Hier mijn popskus. Ik heb hier een dien teruggezet. Die is er derde keer niet vanzelf spannend, want ik heb hem erop gezet. Asbakjes. Ja. Hier wat dingen gelegd, omdat ik hier de bom heb ingestoken. Alle hoven. Kijk wat dat we hebben. Hier een van Tower. Kijk, dit is een kut plekje om te doen. Dus maar oké, we hebben hier een paar vrouwen, we hebben hier een man die twee liggen hier op elkaar, of die en die liggen op elkaar. Een normale fucking creepy zombie. En ook een coole zombie, en dat is ook een zombie. Dus dat is heel zot. En we hebben een arm. Dat is zot. En ja, we hebben natuurlijk dit. Deze plek komt nog iemand. Dit zijn allemaal mensen aan de story. Dit is de allereerste. Dat we hem tegenkomen, de allereerste persoon na Henri, dat we zijn tegengekomen. Wel een levend persoon dat we zijn tegengekomen, we hebben natuurlijk daar mensen die dood liggen. Ik kwam haar tegen en we hebben met Casey gepraat, maar echt gezien. En zij had als een sidequest dat we konden aannemen voor haar man te vinden, die natuurlijk in de Blue Palace zat als zombie en ze kon hem niet vermoorden. Dus wij moesten hem vermoorden en zijn trouwring gaan terugbrengen. Dus wij hebben dat gedaan en hier is die. Heeft hun kinderen vermoord met een shotgun, een brief geschreven voor haar om sorry te zeggen. We hebben daar niet verteld, want dan heb ik haar vermoord. Dan hebben we de code gekregen. Dat we dat gisteren hebben gaan open doen voor de save. En hebben een paar blueprints gevonden van wapen. En ja, dat is dus de eerste twee. Dan, volgende persoon. Kenneth. Twee afleveringen geleden hebben we Kenneth gaan helpen. Casey wil natuurlijk dat we hem gingen zoeken. En zijn andere vrienden. Waar mensen wel eens samen mee opgesloten zaten eigenlijk. Klootzak. Kenneth heeft ze vermoord blijkbaar. Hè. En we hebben hun lichaam niet gevonden omdat hij niet in de school wil gaan. Maar Kenneth leefde nog wel eens beet. En wilde dat we hem vermoorden. Omdat hij niet in een zombie wil veranderen. Logisch. En ja, we hebben in de plaats gedaan zijn hoofd ervan gehakt. En hem meegepakt. Zodat hij er vooral zijn zombie kan zijn. Volgende persoon, Georgia. De fucking hoer die de leider is van de tower. Of mama is denk ik de leider van de tower. Maar zij is like tweede leider van de tower. Dus ja, en hier JB. JB is een fucking coole gast. Je vraagt misschien af aan je de aflevering van. Oh ja, de vorige aflevering heb je gezien waar de fuck hangt die super coole gast, die machtige kerel. Like, hier aan mijn muur. Wat? Door een domme fout. maar dan ook, JB had goede ideeën. Hè. JB's idee was eigenlijk van heel de reserve te overvloeien. Wat dat niet gaat doen omdat Casey erin zit en al mijn wapens dat ik ga krijgen van hem. En ik heb nu al die pop gaan halen, dus dat ga ik sowieso niet doen. Maar ja, voor de rest heeft hij goede ideeën. Ik vind hem veel beter dan een tower die mij heel snel zat uit te slaan. Ze vroeg letterlijk aan mij om JB te gaan vermoorden. Terwijl ze mij zaten uit te slaan. Dus wat een homo's. Dus ik heb ze gekild. Ik heb terug naar JB gegaan om hem te waarschuwen. En we gaan samen als een perfect duo iedereen afgemaakt. We hebben iedereen zijn afknallen. De shotgun is niet kapot, dat is chill. Die had ik vorige keer kapot gemaakt, maar oké. We hebben als duo iedereen afgemaakt, iedereen neergeschoten, bla bla, vooral hem. Dan heb ik met mijn katana Georgia's hoofd te proberen van ha. Ik heb waarschijnlijk per ongeluk tegen JB gezeten, want die begon te schieten op mij. Dus ik heb zijn hoofd er wel moeten gaan. En ja. Ja. Dat litteken is van story. Ik vind het echt chill dat we zijn hoofd hebben wel, maar ja. Met een beetje kanker. Dat kan ik vermoord. Sorry dat ik gisteren mijn kanker schat. Ja, ik voel me in al zo'n kut over dat ik het heb gedaan. We hoorden hem wel op de radio, dus dat is wel cool. Maar ja, kijk, ja, het is wat het is. We hebben trouwens ook dit hoofd daar gekregen van de tower, dat dat niet kan uitgaan. Kom op. Oké, die houden we dan vooral zo laten blijven zitten. Oké. Ja, checked. We moeten nu naar daar gaan kijken wat er daar ligt. De pomp assemblen en met Casey praten. Ik wil nog even kijken voor de zekerheid of dat JB wel echt leeft. Maar.
is she? Die leeft nog, goed. Wanneer ze naar daar gaan, dan gaan we slapen om de missie te doen. Ja, ik voel me echt kut dat ik die drie heb vermoord, nog altijd. Maar ik dan ook, begin in mijn sneeuw te komen tot einde. Ik weet wat er gaat gebeuren, dat is kank. Maar oké, let's go. Laatste keer dat we hier waarschijnlijk naartoe moeten gaan voor de story. Oh, de reserve, ja zeker natuurlijk. Fuck you. All that violence over one little key. Let it be worth it. Tourist, thank you and goodbye. Maybe our paths will cross again. Maybe not. Guess we'll just have to wait and see. Personally, I think you should follow us out of this doomed city. Like I said, you would be an asset to the Exodus. But you need to follow whatever story resides in your head. Just know that you are a part of my and Ombra's story. Along with the stories of a couple dozen folks who might have been dead by the end of the week if it wasn't for your efforts. Ombra wanted to give you one more drawing. I think she hopes it'll sway your decision. Good luck. And I hope you find what you're searching for. May. Okay, well, ik weet niet waarom dat ik zo emotioneel word, maar ik zo kut vind dat dat aan een einde komt. Ik weet niet, ik heb er wel van genoten van de story. Ik heb niet alles naar elkaar gespeeld wat ik normaal gezien altijd doe, omdat ik anders lijkt. Ik weet niet, ik heb graag zo dat gevoel dat ik erin zit, dat ik in de game zit. Ik heb graag die diepe connectie met de game, met hun karakters ervan. Op VR had ik dat de eerste keer niet. Ik wou het cheat zijn, maar bleek dat ik niet heb. Dus ik heb het opgenomen dat ik toch niet zoveel van de story wist. En ja, op VR heb ik... Like, dit is echt een goede story. En like, het is nu niet echt een prachtige, prachtige story ofzo. Maar ik weet niet, ik heb nu toch wel... Like, I don't know, een soort van connectie ermee gemaakt of zo. Ik weet het niet. Like, dat als je Netflix kijkt of zo. Dan speel ik Red Dead Redemption en zo. Dan hecht je heel aan mijn hart. En dan wordt die afgenomen. Nee, fucking pissed. Maar ja, wat doe je eraan? Hè? En kijk, ik vond het een chille game. En het is nog niet gedaan. We hebben nog missies. En daarna hebben we nog de hele DLC. Dus we gaan dat even doen. Maar ik vind het wel jammer. Hè? Ik ga hierna sowieso nog even een paar afleveringen opnemen. Gewoon. Rondshowen, een keer kijken, wapens testen, blueprints gaan halen, alles proberen te doen. Maar ja, kijk, ik heb trouwens veel workable metal. We gaan nu eerst even vooral de pomp gaan. We gaan slapen eerst. Of niet gaan slaan, of gaan niet slaan. We gaan slaan. Ah, oké. 15. De stamina, max stamina. Nice. Dus mee, dit is haar kind, Amber denk ik, mijn vriend. Ik zou hem hier gewoon buiten een tafeltje gezet. Hier stond er een tafeltje, ja, zaden. En Ori hangt daar nu. Mee is weg. Maar nu allemaal die plantjes om onze zes te doen en onze ogen, waar ik sowieso had tegen praten als ik hier mee is. Nou, ik ga gedag zeggen tegen iedereen, JB, Georgia, ik weet niet hoe de fuck dat je noemt, Kenneth en dinges. Oké, we gaan praten met Casey. Casey, come in. Hey, tourist, we have to move quick on this last repair, but it's best to do it under cover of darkness. Just get some rest and reach out when the sun's gone down. Zijn niet serieus. We hebben net een dag verspild.
We hebben net een dag met meer zombies gespeeld. Dus toch tijdens de nacht. Ah, oh, kanker. Sorry, ik ga veel maar kanker. Ja. Voor de deur opgaan, denk ik. En dat. Sorry, ik ga veel meer kankers gaan waarschijnlijk in deze laatste aflevering. Dus mijn go-to oprechtsheld wordt. Dus cool. I'm back, Casey. Ready to repair the pump. You still alive? Yeah, alive, but almost swimming. No turning back after this, tourist. We have to get after it. I'm running out of time. You prepared? I'm ready. Okay, serial number first. Awesome. (7490003-13) All right. Set valve A to 38. Valve A, 38. Green. Valve B needs to be set at 44. Valve B, 44. A, B, double green. You're a machine, tourist. Okay, valve C. Set it to 60. Valve C to 60. Green all around. Button press and we are calibrated. Excellent. Okay. The last pump is not far from the cemetery. It's in a concrete industrial shed in the old jazz park, near the statue of the musicians. Should be easy to find. The key you got from May unlocks the door to the shed. Now once the part is installed, contact me and I'll get the pump system started. We are so close, tourist. Access to the reserve for you. Get the fuck out of the reserve for me. Oh, can't wait. Oké, okay, we gaan tussen. Zo, dat is de code. 0634. 0634. Een katana. Voor de mens die half kapot is, wapen. Savanno, maar we gaan er sowieso nog in nodig hebben, denk ik. Maar nog een extra wapen hier. Dit gaan we niet nodig hebben. Check wat ik heb gevonden trouwens. We worden heel saveul hiervan. Vuiler en vuiler, de beide zot. Ik had dat net uitgevonden, oké. Okay. Ik weet dat standbeeld zijn, is daar dan naartoe moeten gaan. Oké, ben er klaar voor. Ben er niet klaar voor. Shit. Wow. Het is al veel enger als de zombies hier zijn. Ik weet niet, waarom is er helemaal één plots? Hier moeten we zijn. Dat is de code, dus we gaan eerst de code doen. Dat is hier bij de kerk is ook. Als huisje dat is. Oké,
even zoeken. Hier hebben we al een keer iets gevonden. Eerste aflevering ben ik hier naartoe geweest, dat is ook wel. Een keer rot ons kijken wat er niks is. Dit zijn die jazz mensen dus. Ik weet niet wat dat eigenlijk uit bestaat ook hier. Casey, you open the reserve. Let's go. Kijk eens, tja, ik denk niet dat er nog gaan zombies. Ik ga toch wel zeer in mijn mes pakken, maar. Dus voor de reserve te gaan, oké. Okay. Oké, okay, dit is de dom dus. Dit is de Gotham, oké. Okay. De standbeeld, waarom zit dit erop staan trouwens? Ik weet niet wat dat eigenlijk is, wat er is met dat standbeeld. We zien dat zoveel. Ik snap het. Oké. Chill. Casey, come in. It's go time. Awesome, tourist. Never doubted you. That's good, Casey. It's a mistake to underestimate me. Oh, believe me. I know. All right, I'm gonna power everything up. It should work, but you never know. Guess we need to be prepared for anything. Okay, here it goes. Fingers crossed. Oh. Yes! It's working! What a fucking relief! I can hear the pumps firing up overhead. Oh, fuck. Wait, what? What's the problem? Something going on out there? Yeah. St. Vincent's Church just lit up. Can see it all the way from here. The location of the reserve is no longer a secret, Casey. Fireworks, marching band, and a big neon sign flashing the reserve might have been more subtle. Both sides are gonna descend on this place like flies on shit. I need to get the fuck out of here. Now. God damn it, tourist. I still can't open the door. Okay. Think, Casey, think. Alright, I think I know what's going on. The doors won't open until the pump system knows where to redirect the water. Let's see. There's a manual flow control inside the church. Now, you need to get over here quick. Shit. Open the valve to one of the rooms so the water has a place to go. Then the doors will unlock, and I can get the hell out, tourist. Come on, please. Please. I don't want to be stuck in this place when a bunch of nuts with guns show up feeling greedy. And neither do you. Ik denk dat ik weer had gedaan, ik was er heen. De opties had. Heb bij wel eindjes, maar shit, ik was even kwijt. Oh, en we kunnen hier dus ook, nu wat we nu gaan doen met die manual, kunnen we ook de code invoeren voor alles wat dat GB dus wilde. Maar, klein probleempje. Ja, dus normaal gezien gingen wij, omdat we GB aan me geholpen de tower te verslaan, terwijl ze gewoon dat we hem vermoorden. Een keer die deur was net dichter. Dat is vaak raar dat het is. Dus JB ik wilde dat wij de tower vermoorden en tower dat we JB vermoorden. Of ja, eerder tower wel JB vermoorden en JB, ik heb gewoon JB geholpen. Dus normaal gezien zo'n beetje reclaimd zitten zoals in mijn vorige playthrough was dat zo. Maar we hebben hem daarna vermoord. Dus ik vraag mij nu af. Tijdens ik hoor hem nog via de radio, dus misschien leeft hij nog. Hij is het gewoon, I don't know, tel ik niet mee. Want de missie was technisch gezien gedaan. Dus ik denk niet dat het iets uitmaakt. Want de missie was officieel gedaan. Dus ik hoop dat er een claim mee gaan helpen.
Als het niet zo is, ben ik bakt, maar oké. Shit. Ik was dit vergeten. Oh. Even kijken wat met de kampa. Dit zijn dus de mensen van mij. Dit is haar dochter. Dit is May's dochter. I don't want to die. Dat is May's. Forgive dochter. Me. Please. Nee, dat is mijn dochter. What happened here? Umbra. She ran after her mom as they were taking her away. Right into the middle of everything. The crossfire. Are you the one that killed May's daughter? No, but it was our fault. We were desperate to get back into the tower. We thought if we turned May in, the tower would take us back. Take all up, please. Take care of us. We fucked up. I warned them. That was a terrible idea. This is something bad would happen. They didn't listen. We fucked up so bad. You're forgiven. My space, my rules. Shit. De hoofd van de is gekoeld. Niet soms. Dit is haar dochter. Dit is haar dochter. En zij lag hier dood. Zij maakt dus al die tekening. Dan heeft haar hoofd er ook van gehakt. Oh, is zo slecht, hoor. Ik ben zo slecht. Ik wil kijken wat mij slecht zijn. Maar ook shit. Is de oorlog hier. Zit vast, we gaan. Als de tower kun je niet door. Maar de kleintje is die kant op, denk ik. Please, zijn er bij ons. Weet je waar, fuck you. You're gonna show you. Should be.
Connor zit niet bij ons dus. Tourist, are you there? Yes, yes. Tourist, come in. Time is short. Yeah, come on. Promise. Come on, tourist, come on. Tourist, are you there? Tourist, are you there? Yeah. Yeah. Tourist, come in. Time is short. Bunny. I'm here, Casey. At the controls. Oh, thank God. Okay, I'm not sure how much time we have left before my room is underwater. Activating the pumps just fucked everything up. The room is filling up fast. Look, I need you to redirect the flood flow to the armory. And quick. Look, I know I promised you all the weapons you'd ever be able to carry, but I'm sorry. We have to let them go. What happened with the pumps? I went through all that trouble for nothing? I don't know what happened. Maybe the system was already pushed too far. Point is, you need to redirect the flow, and now, or I am dead. I know I sold you a bill of goods that I can't deliver on anymore, and that sucks. I'm sorry. But this is my life we are talking about here, tourist. Flood the armory. Ik wist dat we ook keuze moesten maken, ik was vergeten dat het like dit is. Oh, we moeten nu kiezen om Casey te rennen of alle wapens. Sorry, Casey. Shit. Kijk eens kijken wat er weer in de armen zit, ik moet dit zeggen. De vorige keer heb ik Casey niet gered, alleszins. Trill letterlijk een beetje. Sorry, Casey. What did you do? You fucking psychopath! I trusted you! Oh, I hope you burn in hell! You! No! No, not like this! Shit! Establish a perimeter! Flush out any reclaimed stragglers! No mercy! Round up this guy, fill out those cans. Oh, shit. Pull the strays out. Oh, de vorige keer ben ik weet nog. Oh shit, ik was erachter gekomen hoe dat ging. Kut, ik was vergeten hoe hij moest vloggen. Ik dacht dat het iets met een bel was. Wat dat ook nog gaan doen. Shit. Oh, dat is voorzien van een video. Who the fuck rang the bell? Shit! Heard is close. Just up the fucking street! Point is down. Dat zien die mensen dat Casey heeft vermoord. De hen. Oh, en dat zit er goed hier al in. Shit, ik heb niet mijn pa. De hoed, kijk, dat is die hoed van die man. Take one step toward me and I really en dat is mee, shit. Wacht even. Mee, wacht. Dit zijn die twee mensen. Die hoed was van hem. Didn't you hear them out there needlessly slaughtering each other when they should be unified? They have always been stupid and cruel. Even before the world went to shit, their fucked up philosophies, their petty treachery, even the innocent, their pathetic desperation. They all twisted my priorities, blinded me to the truth. I should have been looking after me and mine. All along, rusten. I allowed them to take her away from me. Oh, fuck.
now the reason my daughter is dead. I'm glad you're here, tourist. To bear witness. The slate needs to be wiped clean. Me too. May, you shouldn't do this. It won't bring Umbra back, and you're not a murderer. Yeah, drown in death, motherfuckers! Sorry. Oh, shit, wat heb ik gedaan? Het ding is, we mogen die bel niet aanraden, oké? Okay? Als we die bel aanraden, nee, is vastpakken, maar gewoon er tegenlopen, gaat hij af en iedereen is dood. Shit, sorry, man. Shit! Oh, en Casey ging hier normaal op zijn knieën zitten. Ik heb hier video's van gezien. Casey zit hier op zijn knieën. En Casey en haar praten en... probeer haar tegen te houden. En uiteindelijk heeft die kerel haar vermoord, denk ik. En Casey zat hier dan. Casey zit op zijn knieën. En uiteindelijk gaat hij gewoon weg naar een ander land. Of zo. Dus we zien dat nooit meer. Die laat ons gewoon achter. Dus ik weet niet zo erg dat we hem gekild hebben. Maar goed, dat wat makkelijker was op de deur. Maar holy fuck. Ik moet net oppassen dat die haar aan ook mee zo goed. Keesjes hoofd niet kunnen hem maken. Ik denk dat ik weet wat er is gebeurd met hem. Ik denk dat we hem straks gaan zien liggen als ik goed heb. Jesus Christ. Ik hoop dat er staat nog geen zin hierin om dit uit te leggen. Doe maar haar lichaam eens weg. Holy fuck. Wow, yo, ik moet even wachten, ik moet even processen. Oh shit, jezus, sorry. Fuck. Oh, dit is zo dark, warm, ik ben echt een slecht persoon. Die hoed, dat is van die kerel Casey Zee. Kijk, ik zou hem hier iedereen neergeschoten, nee. En Casey zat op dak te bij. Casey heeft besloten om niet te doen, zat op dak te bij. Dus Casey heeft hier op dak zijn mij, het is ingestort. En die gast is dood te gaan, zijn muur, dus de hoed hangt daar aan de muur. Dan viel hij, we hebben hem opgepakt, en dat is dus van die kerel die zijn vrouw beschermde. Dat zijn al die mensen die zijn vermoord. En normaal gezien kom je hier toe, en Casey zit daar, staat daar mee te. Tot rust te staan en als het is zo, en zit daar tot rust te staan, ja, je moet kiezen of oftewel voor mij iedereen gaat dood, oftewel Casey. En op ja, Casey moet niet per se dood, en als de bel af en hij op zijn knie gaat zitten in de feed, zo niet, kun je ermee praten, ja, en is alles oké. Okay, ja, en zegt van ja, ik denk dat ik ergens anders naartoe ga. Ach. En ja. We hebben haar dus vermoord, we hebben haar hoofd, dat is iets chills. We hebben niet zomaar aan het herinneren. Ik voel me zo kut. Fuck off. Oh shit. Oh, maar ook. Ik zit ook net aan een tof deel, maar like een emotioneel deel in de Walking Dead serie. Dus de reserve. Oh, Casey, sorry. Sorry, Casey, shit. Oh, fuck. Radio praten die altijd met ons, elke dag praten die kerel met ons via Puraan. Yes.
rest. We hebben dit gekozen voor Casey's leven. Casey shot me één counter, kom op, Quinn. Één counter. Ik voel mij zo fucking kut. Ik had dit niet moeten doen.
een week later. Waarom een week later? AJ, where the fuck are you, man? My legs, my fucking legs. Hou weg. Hou van Casey's channel. Hou van Casey's fucking channel. Stel dat mijn appje is shock. Ik ben in shock omdat Casey heeft vermoord. Oh my god. Ik heb Casey vermoord. Nee. Acht, ik weet niet. Ja, kut. Voor dit. Ik heb Casey vermoord. Voor dit. Well, we kunnen nu. Ik ga geloven in God en alles recht zeggen. Ik heb er geloof hier. Casey might have mentioned that it's not your style that you can't read it. Kunnen we het zelf kapot maken? Waarom kunnen we dat kapot maken? Ik wil dat niet kapot maken. We gaan het nooit kapot maken. Casey's leven waard. Dat is dan. Ik heb mee vermoord met deze gun. Wat ik trouwens op heb, ik in de kerk wil zijn. Ik dat er een plan eigenlijk is. Sta je dus op 4 sterren deur op binnen. Die andere staat daar niet. Maar dit is de revolver, toch? Ik denk dat dan weer niet meer is. Dan heb ik een speciale wapen van het jaar. Ik ben de shotgun ergens, denk ik toch? Nee? Ja, hier heb ik dit. En dat is verschillend tot daar. Wat doe je nu? Dat is niet meer, maar alles dat daaraan vol aan niet genoeg blijft. Dit hebben we al geüpgraded. Dit hebben we niet al geüpgraded. Dit kan ik eigenlijk geüpgraded. Dat is wel wat. Wauw, dit doet me echt gewoon pijn. Wauw. What the fuck heb ik gedaan? Om eerlijk te zijn, ik denk niet dat ik ooit zo mij zo heb gevoeld voor een karakter, behalve like Arthur Morgan in een game en in Uncharted. Verder dan daar heb ik mij nog nooit zo kut gevoeld, denk ik. Voor een game. Ik weet niet waarom, het is niet dat ik het echt zo'n goed verhaal vind of zo. Het is gewoon meer, ik weet het niet, ik weet niet wat het is. Ik ben vandaag wel een beetje in zo'n mood ook, maar
Ik weet niet wat dat is. Het lijkt echt raar. Ik heb heel de game, ik heb het al een keer gespeeld en ik voelde mij totaal niet kut. Ik heb niet echt opgelet. Maar het is misschien door de golven, omdat ik ze allemaal meepak. En ik denk dat ik van het begin best sowieso heel veel vriendelijk geweest. Ik heb Casey, ik heb heel veel vriendelijker dan tegen hem, ook al verdiende hij soms andere shit. En ik heb hier begonnen allemaal met dat wave. Ik heb haar vermoord, voelde mij daarna ook een beetje kut door. Ik heb Kenneth dan een paar afleveringen geleden vermoord. Georgia van totaal niet erg. Jabir, hier Amber's dochter, is niet onze schuld. Ik ben blij dat we hem en mij was zot geworden. En like, we hebben al de rest gered, oké? Door haar opoffer hebben we iedereen gered. Maar ja, ik voel me hier niet goed bij. En de enige oplossing die ik heb is in de volgende aflevering, voordat ik de DLC doe, ga ik de save date opnieuw loaden. En dit wordt de echte save date, eeuw dat het dan uitspeelt. Maar in die andere save date ga ik Casey erin. En ga ik goed spelen, hoe dat de goede manier is. We gaan proberen mij niet te vermoorden, we gaan Casey niet vermoorden. Maar ja, ik weet het niet wat we gaan doen. We gaan het zien de volgende keer, In de volgende aflevering ga ik dat dus doen, zodat ik toch nog een beetje mijn satisfaction heb. En we gaan doen alsof hij totaal niet... Ik heb Casey's hoofd niet en voor Casey voelt mij het kutste. Voor mij... Kijk, Amber, het is oké, wat is kut, maar ik bedoel, ging iedereen vermoorden. Ja, natuurlijk, het is een goed persoon, zij is een goed persoon. Ja. Het is JB, wil ik het een beetje kut, maar het is dan een slecht persoon. Dus savat, maar voor Casey voelt mij echt kut. Gewoon zodat we... Maar het ding is, kijk, die jaar, we kunnen dit ergens anders vinden. Om te maken. Ik heb een andere keer gevonden ook. Dus we konden dit op een andere manier vinden ook, maar ik had er gewoon geen zin in. En... Want dat echt nodig, wat dat we hebben gekregen is echt handig. Al de dingen dat we hebben gekregen van, zijn zo fucking handig. Het is allemaal zo handig. Ik bedoel, al het metaal dat we hebben gekregen, we hebben het echt nodig gewoon. Kijk, ik heb 163 metaal. 200 hout aan mezelf gedaan wel. Nuts en bolts ook nodig. Gunpowder hebben we bijna veel van wat we ook nodig hebben. Proteins hebben we niet genoeg van. Ik weet niet, ik denk niet dat we terug kunnen gaan in de reserve voor die ding, maar shit man. We hebben het nodig, kijk. Sowieso. Casey ging ergens weg gaan, dus het maakt niet echt uit voor ons. Het verhaal had denk ik niet effect, maar... Ik weet niet, het voelt een beetje kut, ik weet niet. En de reclaim die tegen ons waren... Het voelt allemaal een beetje kut, ik ben gewoon een slecht persoon in deze game. Ik ben vriendelijk geweest tegen iedereen van die mensen hier. Tegen Casey, tegen mij, tegen JB, tegen Georgia, Savan nog. En op het einde heb ik iedereen genaaid. Er leeft niemand mee van de story. Het is maar één persoon van de story. Het is echt de hoofdpersoon van de story. Dat ik het hoofd niet van heb. Dat is Kenneth. Dat is Casey. Omdat we niet aan zijn hoofd konden geraken. Ik zou dat ook doen. En Henri, omdat hij hier hangt. Maar we hebben hem wel. Hè. Casey is de enige persoon van de story. Dat we het hoofd niet van hebben. Wat dat chill is aan de ene kant. Dat we zoveel hoofd hebben, maar... Maar iedereen genaaid, iedereen. Zelf JB waar ik bij stond, heb ik zelf ook genaaid. En ik bedoel, het is niet super erg, ik vind het leuk dat we zo'n hoofd hebben. Maar kijk, iedereen, ik heb ze genaaid. We hebben zelf meer hoven. We hebben nog één persoon die bij haar hoort, die van de story. Dat ook hem. We hebben zoveel fucking hoven. Kijk, dit is nog van mij. Mij heeft dit gemaakt. Zij heeft deze shit gemaakt. En dit gegeven aan ons, je eigen bro. Zij ging heel snel naar die koffer. Dat heeft dat gedaan. En hier Amber. Oké, Amber. Ik ga er nou wel iets mee doen. Maar gekeken, Amber. Dat is voor de DLC. Maar genoeg. Oké, het was een chille story, oké. Het is een beetje kut dat ik iedereen heb vermoord. Maar, ik ben geen slechte persoon. Ik ben vriendelijk geweest. We zijn allemaal vermoord. Of iedereen is dood. Er heeft niemand meer van de story, behalve een man. Dat is Roep, of ik weet niet wie dat is. De baas van de tower. En ja, iedereen is dood. Iedereen. Zelf,
Iedereen is fucking dood. Alweer hebben de meeste vermoord. Iedereen naait. Maar ja, kijk, we hebben alles. We hebben al deze metaal shit en zo, dus dat is fucking chill. Ik zou het kankerhard trouwens, echt van like. Meest van like, shit, het doen echt gewoon puur van like, de emotionele shit. Ik zweet meer nu dan ik zweet daarnet in de reserve. Hoe dan ook, gaat wel afsluiten, want de aflevering gaat nog veel te lang duren. Volgende aflevering houden ze de story. Einde een keer anders spelen, nee, op de goede manier, zodat een beetje meer satisfaction hebben. Zullen jullie het ook met jou kunnen doen als dat al is. Het enige is dat je hier de hoven gaat zien. Ik denk dat zij sowieso wel dood gaan, zo'n goede einde moeten doen. Maar ik denk dat ze, ik weet eigenlijk niet of dat je kunt zorgen dat ze niet aan de bel trekt. Maar ja, als Casey leeft, dan hebben we toch die satisfaction van Casey leeft nog. En ik hoop dat we nu nooit meer in de reserve kunnen gaan, zodat we niet geconfronteerd zijn met zijn lichaam, maar toch. Bedankt voor het kijken, het was echt een chille serie. Het is nog niet gedaan, het is gewoon de hoofdstory en dan bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Het is een beetje kut net als Herm, maar ik hoop dat jullie chill van hebben genoten. En ja, tot de volgende aflevering, waar dat we het goede einde gaan doen. Kijk, dit is Casey. En dan gaan we de DLC spelen, maar ik ga even wachten om te spelen. Ik moet het echt iets verwerken. En ja, ik ga het verzekeren morgen aan het spelen, maar oké. Oké. Het is een beetje kut, maar ja, wat doe je eraan, hè? Save game loaden en opnieuw doen. Dat gaan we doen. En dan hebben we dit ook nog allemaal. Wel, kijk, in mijn hoofd, ik was van plan. Eerst dus, ik had het al een keer uitleggen, de eerste aflevering. Ik heb deze game al een keer uitgespeeld. Ik wist het einde al, ik was een beetje vergeten dat we Casey moesten verlaten. Ik dacht dat we een keuze hadden bij die bel. Of dat we voor mij of Casey kiezen. Maar blijkbaar moesten we dus kiezen tussen de Armory of Casey. Ik wil even vergeten. En ik had dat dus gedaan, de Armory. Voor de cheats, omdat ik uiteindelijk ging cheaten. En ik wil de blueprint hebben van dit jaar, zodat ik alles heb je limited ammo en zo bla bla. Dus ik wil dat doen, maar het waren blijkbaar geen cheats. Dus ik ga het opnieuw spelen. Maar de story echt toen ook mijn story en zo doen. En ik heb het nu opgenomen en zo. En ik was niet echt emotioneel, sorry. Ik heb me niet echt gehecht. Dit is denk ik gewoon de laatste aflevering. Dat ik het kut vind omdat ik zo'n slecht persoon ben geweest. En dat iedereen in dit verhaal dood is. En ik zit in VR. Het voelt. Je moet echt. Ik zweer, als je dit kijkt. Koop gewoon VR en speel gewoon deze story zelf een keer. En bedoel, het maakt niet uit of je oplet of niet. Het maakt niet uit of je gehecht aan de karakters of niet. Ik speel het gewoon een keer. Speel het een keer. Ik heb niet het gevoel dat dit niet mijn handen zijn. Ik heb echt het gevoel, ik weet dat dit niet mijn handen zijn. Ik ben niet dom. Ik weet, dit zijn niet, ik pak dat niet echt op, maar ik gebruik mijn hand letterlijk. Ik pak dit op. En met mijn ding, ik laat echt, maar nu is mijn hand los. Ik heb mijn bakje niet eens vast. Hang dan aan mijn bakje. En nu pak ik iets. En je moet echt schieten. Kijk, dit is mijn vinger. Alles wat je doet, kijk, al deze bewegingen, het voelt zo echt, het voelt. Iedere keer dat je je headset afdoet, dan weet je niet meer waar dat je bent. Je weet niet meer waar dat je bent. Dus nu sta ik heel snel in dezelfde richting. Nu weet ik sta nu naar die muur. En daar is mijn deur, dat weet ik nu gewoon. Omdat ik heel snel met mijn joystick beweeg. Maar de eerste keer dat ik speelde, boog ik echt zo en zo. Uiteindelijk denk je dat je weet, uiteindelijk denk ik van, oh, daar is mijn deur. Maar als ik het nu afdoe, dan ga ik ergens anders staan. Oké, onder ben ik zie nu sta ik. Zo eigenlijk. En nu moet ik weer zo staan. En zo, oké. Kijk, ah ja. Het is raar, je moet echt eens spelen. Ik weet niet, misschien is het daarom, misschien is het gewoon omdat ik heel nauw een beetje zo ben. Maar ik weet niet, het voelt raar. Je moet echt eens spelen. Maar ik heb jou spelen en dit verhaal speelt. Het is echt zo. Het was heel zo'n chill. En Casey wil Casey mee te praten om dingen te doen. En nu ben ik hier helemaal alleen. In een bus vol met shit. Ik ga er niet veel meer op zetten op deze game, ik heb iedereen vermoord. Maar mijn redenering was dus eerst toen ik aan het opnemen was van ik ga nu het goede einde doen. Ik ga Casey redden en zo. Hè. En ik ga voor Casey kiezen. Dat is het. Ik dacht van ja, ik ga dat doen. Hè. Maar de DLC is nu uitgekomen. En ik zat zo te denken van uiteindelijk, ik weet dat Casey naar een ander land gaat. Zo. Die had er een keer over gepraat op de radio. Maar ik weet dat tijdens Casey zelf, ik weet nog dat ik de vorige keer zo was van. Toen ik die video zag van die andere keer, dacht ik van waarom de fuck hebben we nu heel de Armory weggedaan om achtergelaten te worden door die Casey. Hè? En we gaan gewoon weg, we gaan hem toch nooit meer zien, dus boeit eigenlijk niet. We hebben hem gewoon gered. Ik heb wel de vorige keer wel weggelopen, weet je nog. Ik heb echt gewoon, vanaf dat ik dat gedraaid en dat hij zei, fuck you, hey, psychopaat. Maar ik direct weggelopen zodat ik er niet hoorde, wat echt kut. En ja, nu hebben we hem gekild weer, omdat ik dus dacht van, we gaan een DLC hebben. En al deze shit had nodig hebben waarschijnlijk. Het gaat veel moeilijker zijn waarschijnlijk.
We hebben enemies gemaakt met de reclaimed en zo nu. En de tower. We zijn alle twee zijn tegen ons, dus dat fucked. En ja, ik dacht van, we hebben dit nodig. Dus ik heb gekozen voor de armory. Heel vlug. Ik was al van plan om sowieso de armory te looten, maar ik wist niet dat we moesten kiezen tussen Casey of de armory. Dus ik heb het laatste moment gekozen van, weet je wat, fuck dit. De armory. Nou ja, is wat dat is. En ook bedankt voor het kijken. Je moet eigenlijk proberen VR te komen. Volgende aflevering. Ga ik wat meer uitleg hier, misschien ga ik wat meer praten. Ik ga nu vlug afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een chill verhaal vond tot nu toe. En ja, we gaan zien wat er gebeurt. En de DLC wat er gebeurt met... Ik weet zo daar niet meer, Tash of zo. Alles is bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. Later. Bedankt. Tot ziens.